uit de opwekkingsgeschiedenis, als je teruggaat in de geschiedenis, als je kijkt wat er gebeurde in opwekkingen, dan is bekend dat wanneer er in een land een opwekking plaatsvond en mensen terugkeerden tot God, dat wanneer ze braken met hun zonden, dat God de samenleving zegende, maar dat God ook de natuur, de schepping, de landbouw zegende. En die gedachte zit ook in een vers als 2 Kronieken 7 vers 14. 2 Kronieken 7 vers 14. Mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, als dat zich in ootmoed buigt en bidt, en ze mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, dan zal ik hun zonde vergeven, en dan zal ik, luister, hun land genezen. Hun land genezen, zegt God, als een volk zich verootmoedigt, zich bekeert en terugkeert tot mij, zal ik hun land genezen. Wat een wonder. Gods genade, Gods goedheid. Als dit op mij laat inwerken, dan kan ik niet anders dan me voor de Heere te verootmoedigen. Heer, wij hebben gezondigd. En dan kun je misschien zeggen, ja, het volk heeft gezondigd. En je wijst misschien naar met de vinger naar een bepaalde politieke partij, die partij. Een meer goddeloze partij is er niet. Denk eens aan Daniel. Het gebed van Daniel in hoofdstuk 9, dat Daniel zegt. En Daniel was misschien wel op dat moment de meest rechtvaardige mens die toen leefde op deze aarde. Hij zegt, Heer, wij hebben gezondigd, ook ik en mijn huisgezin. Vergeef ons, wees ons genadigd.